Mini-run tijdens zomerfeest Zwetterhagen. Indoor speeltuinen profiteren van slechte zomer. En Oud-Hollandse spellen voor jong en oud bij Clubhuis de derde helft. Dit is Unity. Dit is het Unity Weekoverzicht. Elmar Bus. Welkom bij het Unity Weekoverzicht. Vorig jaar vond de mini-run Zwetterhagen voor de laatste keer plaats. Toch begon het dit jaar weer te kriebelen bij de organisatie. Op het zomerfeest van Zwetterhagen, dat dit jaar in september plaatsvindt, willen zij nu een kleine versie van de mini-run opzetten. Bewoners van Zwetterhagen kunnen op het zomerfeest dan met zo'n 30 minis door het dorp heen rijden. De organisatie is nog op zoek naar mini-rijders die een dagje willen meerijden. Het zomerfeest van Zwetterhagen in Zoeterwoude zal dit jaar iets anders zijn dan de voorgaande jaren. Wegens de herinrichting van het plein staat het feest niet in juni, maar in september op de planning. Daarnaast verwelkomt het feest een nieuwe activiteit. Een speciale vorm van de mini-run. De officiële mini-run, zoals we die kenden, die is vorig jaar, dat was vorig jaar eigenlijk de laatste editie. De organisatoren, dat is niet Zwetterhagen, maar dat zijn Erik de Wijngaard en Walter van Harteveld. Daar begon het dit jaar toch weer een klein beetje te kriebelen. En die hadden wel zoiets van, misschien kunnen we iets doen met het zomerfeest. En dat zijn ze nu aan het opzetten. En we zoeken eigenlijk 30 minis die het leuk vinden om hier te komen tussen 11 en 3. De bewoners kunnen zich die kunnen zich eigenlijk gewoon melden bij de mini-rijders op de dag zelf. En die kunnen dan een rondje door de omgeving gaan rijden. En dus toch nog een klein beetje een speciale versie van de mini-run op het zomerfeest. Naast de mini-run is er natuurlijk heel veel meer te doen op het zomerfeest. We hebben altijd een kleine kermis. We hebben dit jaar een rolstoel toegankelijke draaimolen en een zweefmolen. En we hebben onze welbekende trein Tinus. Die komt ook al vele jaren en die rijdt altijd een rondje door het dorp. We hebben natuurlijk de muziektent van de gemeente weer die we mogen lenen. En daar komen diverse artiesten treden daarop. Radio Gemifa heeft daar ook een bijdrage in. En daarnaast hebben we heel veel activiteiten. Schminken, je kan voor één dag in het onecht verbonden worden. En we hebben heel veel eten en drinken natuurlijk. Ja. En daar komt nu dus de mini-mini-run bij. Hier is nog wel de hulp van de mini-rijders voor nodig. Ik heb vanochtend Erik de Wijngaard gesproken en hij zei dat de tussenstand nu staat op 10 minis. Maar we willen er heel graag rond de 30. Dus als er mensen zijn die woensdag 18 september nog geen plannen hebben en die het leuk vinden om met bewoners van Zwetterhagen een ritje door de omgeving te maken, dan mogen zij zich aanmelden. Er is sowieso een Facebookpagina van, maar ze kunnen zich ook aanmelden via de e-mail. En dat is info@gmail.com en dan krijgen ze contact met Erik de Wijngaard en die vertelt dan waar, wanneer, hoe enzovoort enzovoort. Het zomerse weer laat nog even op zich wachten deze zomervakantie. Zonnige dagen worden afgewisseld met grauw, regenachtig weer en soms laat de zon zich dagenlang niet zien. Voor velen is dit weer niet ideaal, maar sommige ondernemers worden juist blij van regen. Indoor speeltuinen zien liever regen dan zonneschijn. Het weer is wisselvallig deze zomer. De ene week is het regenachtig, de andere week schijnt volop de zon. Hoewel in de zomer de meeste mensen uitkijken naar mooi weer, profiteren sommige bedrijven juist van slecht weer. Ik zeg altijd regen brengt zegen in mijn geval. Wij hebben heel graag heel veel regen, maar we gunnen natuurlijk de mensen ook een paar mooie dagen. Want we hebben best wel wat regen gehad dit jaar. De zomervakantie is net begonnen. Mocht het weer wisselvallig blijven, dan staat er een drukke zomer te wachten voor de indoor speeltuinen. Veel regen, veel kinderen, heel veel zon is gewoon een stuk rustiger. Als het regent, dan zetten we meer mensen in. Dus de planning is echt lastig bij ons in de zomer. Soms staan we met een heel klein team en dan in één keer hebben we er heel veel nodig. Of andersom, en dan wordt het heel mooi weer. Ja, dan moeten we wat mensen afzeggen. En als het weer toch zomers wordt, dan zijn daar ook oplossingen voor. Ja, afgelopen week werd het natuurlijk al wel weer wat mooier weer. Dus je ziet naarmate de zon opkomt, naarmate er meer zon is, komen er wat minder kinderen. Maar zeker 's ochtends, bij ons is het lekker koel ook. We hebben airconditioning trouwens ook nog eens een keer. We gooien 's ochtends de rookluiken open. Dus eigenlijk is hier altijd wel lekker vertoeven, ook in de zomer. In juni wordt ieder jaar voor kinderen de landelijke buitenspeeldag georganiseerd. Maar spelletjes zijn niet alleen voor kinderen. Met dat idee gingen Inclusio Leiderdorp en Clubhuis de derde helft aan de slag. Zij organiseren deze vakantie dan ook buitenspeeldagen voor jong en oud. Rolschoelen, stokvangen of kleurhengelen.
Het is een kleine greep uit de Oud-Hollandse spellen die donderdag gespeeld werden bij de buitenspeeldag bij Alecto in Leiderdorp. Deze werd georganiseerd door Inclusio bij Clubhuis de Derde Helft. Kijk, het idee is ontstaan eigenlijk vanuit de buitenspeeldag die ergens in juni voor kinderen wordt georganiseerd. Hè, vanuit Jantje Beton, dat hebben wij toen als Inclusio hebben wij dat ook gedaan. En toen kwam ook de suggestie van, oh, ik zou dat als ik ouder ben ook leuk vinden. En toen dachten we, hey, we hebben de derde helft al, dus waarom zouden we het daar niet eens gaan proberen om te kijken hoe dat is. Dus dat is eigenlijk de aanleiding. En we hebben het gegooid onder het mom van Oud-Hollandse spelletjes. Uitgebreid met bijvoorbeeld een reuzenmikado, krokket, vier op een rij. Dus ook allemaal spelletjes die in een wat grotere vorm te spelen zijn. Deze variant van de buitenspeeldag laat zien dat buitenspelen voor jong en oud is. Wat was je net aan het spelen? Domino. Boerengolf lijkt het een beetje. Oh nee, cricket. Boerencricket met een klompenstik. Ja, het is gezellig. Ik zie jong en oud door elkaar allemaal dezelfde spelletjes doen. En dat is heel leuk om te zien. Ik heb vandaag mijn kleinzoon bij me. Die logeert bij mij en dat vond ik heel erg leuk om mee te nemen. Want iedere week sport ik hier. Ik ben hier elke week om walking en korfbal te doen. Dus dat is ook wel leuke activiteit. En ja, dit is een leuke afwisseling daarbij. Dus. In de zomervakantie zal de buitenspeeldag vaker georganiseerd worden. Ja, over 2 weken. Dan op de woensdag. Want we hebben natuurlijk op woensdag hebben we ook het clubhuisje derde helft bij RCL. Dan hebben we het ook tussen 10 en 12 dat we dit erbij doen. Dus alle gebruikelijke derde helft activiteiten gaan gewoon door. Alleen we zetten de spelletjes weer neer waar iedereen dan aan mee kan doen. En 22 augustus doen we, dat is weer op een donderdag, doen we hetzelfde, maar dan bij de Hoeksteen. In Leiden noemen ze het de mooiste gracht van Europa, het Rapenburg. Maar die gracht kan nog veel mooier worden als de auto's zo snel mogelijk verdwijnen van de gracht. Dat denkt de Leidse ondernemer Jeroen Maters. Hij wil van de bekendste gracht van Leiden een groene wandelpromenade maken, waar ook veel ruimte voor fietsers is. Het lijkt mij mooi om te onderzoeken of het lukt om de auto's die nu langs de gracht geparkeerd staan, om die te verplaatsen naar parkeergarages die hier in de buurt zijn, op hele korte loopafstand eigenlijk. Zodat hier ruimte ontstaat om een groene wandelpromenade te maken, helemaal langs het Rapenburg en de Steenschuur. Waar inwoners en bezoekers heerlijk kunnen flaneren. Plannen om het Rapenburg autovrij te maken bestaan al langer. Maar wat Maters betreft kan het allemaal wel wat sneller. Hij heeft een aantal maanden lang het aantal verkeersbewegingen geteld. En daaruit blijkt dat voetgangers ruim in de meerderheid zijn. Waar we het over zouden moeten hebben is dat die 500 mensen, de helft van de mensen, dat die het moeten doen met een stoepje van 60 centimeter, 15% van de ruimte hier. Fietsers 45% en dat automobilisten ruimte hebben, zeg maar 85% ruimte hebben van op de gracht. Het zijn er zo weinig, maar ze nemen heel veel plek in beslag. Ja. Dat is een beetje gek. Politiek in Leiden is al langer bezig met het autoluw maken van het centrum. En daar zien de meeste partijen ook wel de voordelen van. Ja, dat moet goed komen. En je ziet ook eigenlijk overal in de stad dat dat ook al gebeurt. Dat pleinen vergroend worden, dat parkeerplekken opgeheven worden waar dat kan. Dat dat ook met goed overleg met bewoners gaat. En dat ook het overgrote deel van de mensen er heel erg voor zijn. Dus je ziet het stap voor stap goed gebeuren. Nou, nu is het Rapenburg ook wel aan de beurt wat ons betreft. Wat voor ons voorop staat is misschien zou het kunnen, maar laten we eerst eens in gesprek gaan om te vragen van, is dat überhaupt mogelijk? Welk alternatief zou er zijn voor de mensen die niet zo goed ter been zijn, voor wie parkeren in een garage helemaal geen optie is? Volgens Maters hoeft het plan voor het autovrijmaken van het Rapenburg niet zo ingewikkeld te zijn als alle parkeergarages in de buurt ook door bewoners gebruikt kunnen worden. En dat zie je ook in andere steden, in Amsterdam en andere steden waar ook universiteitsgebouwen of kantoorgebouwen 's avonds en in de weekenden beschikbaar zijn, zodat je dubbele bezetting draait. En ja, hoe dichter bevolkt een stad, hoe meer je met die spaarse ruimte heel slim moet omgaan. Tot zover het Unity Weekoverzicht. Je blijft op de hoogte van het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar via onze website unity.nu, radio, tv en natuurlijk kan je ons ook volgen via onze socials. Zoek dan op unity.nu en klik op volgen. Nog een hele fijne dag. Dit is Unity.